Ik ben Thomas van de Vlucht, YouTuber, presentator en ook zeker ondernemer. En vandaag neem ik jullie een dag mee in mijn leven. Morgen. Ik ben dus Thomas van de Vlucht, YouTuber en presentator en ondernemer. Ik ben YouTuber omdat ik presenteer bij Stuk TV. Dat is een van de grootste kanalen van Nederland. 8 jaar geleden mee begonnen. En daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer en heb ik mijn eigen kanaal, mijn eigen projecten die ik af en toe in fiets. Ik zou jullie even laten zien waar ik woon. Nou, dit is heel simpel. Dit is mijn bureau met computer. Hier heb ik eigenlijk altijd. Hier een soort van lounge gedeelte. Het is mega groot, denk ik. Echt een mini appartement, maar wel in het centrum van Amsterdam. Hier heb je de was. Hier nog meer was. Wassen. Dan komen we hier in mijn fantastische badkamer. En dan zijn we in de kitchen. Wat staat er in de koelkast? Ik hou wel van koken. Ik heb hier wat groenten, wat uitjes, wat knoflook. Ik eet elke dag 3 eieren als ontbijt. Sambal natuurlijk, om een beetje op te spicen. Verder niet heel veel voedsel, want ja, ik ben niet heel veel thuis. Ik eet meestal on the road. En ja mensen, mijn bed staat in de keuken. Nu ben ik onderweg naar... In ieder geval, die gast die werkt in de klimindustrie. Die is dus gespecialiseerd in klimmen van gebouwen, bergen, bomen. En ik heb daar een harnas van geleend voor de opnames van Stuk TV. Netwerk is key. Netwerk is zo belangrijk, want als je dan iets wil, als je een idee hebt, kan je mensen bellen. En dan zeg je van, hey, ik heb een idee, wil je me helpen? Of weet jij iets hier meer over? En dan kan je informatie, in de informatie is ook weer, kennis is ook weer geld waard. En in die zin is dat heel belangrijk. En dan zeg ik, hoe kom je aan een groot netwerk, Thomas? Veel doen, veel vrijwilligerswerk doen, want ja, daar ontmoet je op meest gekke mensen. Je moet je wereld verbreden, dingen uitproberen, mensen leren kennen. Zorg dat je een groot netwerk hebt, zodat je snel makkelijker schakelt. Oké, ik ben nu bij het klimbedrijf aangekomen. Ik ga even wat dingen met hun bespreken. Ik ga mijn advies geven hoe ik het beste deze stunts kan uitvoeren. Ik vind het een beetje awkward en onbeleefd om zomaar overal te filmen. Dus ik ga nu naar binnen en dan laat ik jullie later weten hoe het was. Joep. In de hele zaak hier. Oké, ik kom net van het klimbedrijf. Ontzettend chille gasten. Die ook met je meedenken. Ik heb de situatie uitgelegd. Wat willen we gaan doen? Hoe zouden jullie het doen? En dan gaan die mensen met je meedenken. En dan gaan ze ook een paar stappen vooruit denken. En voor je het weet, komen hun met ideeën waar je zelf nooit aan gedacht hebt. Dus dat is heel chill. Dus ik weet nu zeker dat we het veilig gaan doen. We hebben het hele scenario doorgenomen. Dus vol goede moed kunnen we morgen gaan filmen. Nou, we hebben de jackpot hoor. Ik ben thuis. Er lag post. Ik heb nog nooit zoveel brieven van. Ik heb al eens een keer zoveel boetes binnengekregen in één keer. Maar dit slaat nergens op. Wat is er aan de hand? Nou jongens, ik heb ze opengemaakt. En natuurlijk eigenlijk mee, het gaat alleen om machtiging of zo. Het is echt niet interessant. Het is totaal niet interessant. Ik hoef niks te betalen. Ik krijg ook geen geld terug. Dat is ook jammer. Misschien wel. Weet ik eigenlijk niet. Hoop ik altijd wel. Nou fijn. Belastingdienst. Heel belangrijk dat je dat goed organiseert als je gaat ondernemen. Dan sta je niet voor verrassingen. Want dat is wel eens een keer gebeurd. Dat ik onverwachte aanslagen binnenkreeg. En dat ik opeens flink wat geld moest ophoesten. En ja, dat is gewoon niet fijn. Ik heb nu knieblessure. Voorste kruisband is afgescheurd. Dus ik moet van de fysio 3 keer per dag squat oefeningen doen. Maar ja, als je toch al bezig bent, dan kan je meteen ook andere oefeningen doen. Dus ik ben gewoon 3 keer per dag aan het sporten. En dan zou je zeggen, nou jongen, hè, die Thomas moet een sixpack hebben. Dat is dan weer helaas niet de situatie. Oh. Dat is dus top. Heb ik boodschappen gedaan, heb ik niks voor lunch gekocht. Ik vergeet gewoon te lunchen. Ik vind lunch ook niet zo'n hele belangrijke maaltijd. Ik vind ontbijt heel belangrijk en avondeten. Maar lunch niet. Dus we gaan even lekker broodje aan. Van die kleine genietmomentjes, hè. Broodje, gegrilde gehaktbal. Van de slager. Uit de Jordaan. Ja, dan is mijn leven gewoon compleet, hoor. Hey, hallo. Hallo daar. Dag. Wacht, ik kom eraan met mijn beeld, hè.
Hij doet het helemaal. Top dit. Gezellig. Oké, net zakelijk telefoontje gehad. Er was een nieuwe campagne aangenomen. En ik weet dan niet precies waar het dan over gaat. Dus dan bel ik altijd even achteraan. Eerst denk je dan van, oh shit, wat moet ik nou weer doen? Voor welk merk moet ik nou weer reclame maken? Maar meestal als je dan even achteraan belt, dan valt het op een reuze mee. Dat is best wel leuk. Er is er goed over nagedacht. Dat is wel fijn dat we gewoon het best wel een lekker team om ons heen hebben met veel ervaring. Dat is heel relaxed. Dat gaat ook wel goed. Alleen het is wel belangrijk als je zeg maar dat je mee blijft denken over welke kant we op gaan. Want dan blijf je zelf regie in handen hebben. En als je dat niet doet, dan gaat het heel, kan het ook wel eens fout gaan. Zeg maar. Dan krijg je een beetje die sleur. En dan kan het zijn dat je dus richting burn-out gaat. Zeg maar. Want je krijgt ook energie als je regie blijft houden. Wat zou hierin zitten? Soms krijg je gewoon een pakketje gesponsord. Ik krijg een t-shirtje. Soms geef ik het dan gewoon direct aan mijn broertje. Weet je, dat is wel leuk, al die gratis spullen. Maar ja, je bent natuurlijk ook een beetje dief van je eigen portemonnee als je alleen maar gratis reclame gaat lopen maken. En in het begin denk je, oh nice, gratis spullen. Maar ja, nu denk je bij jezelf, ja, ik maak reclame voor iets en daar vind ik niet alles geld aan. Kijk, zodra iemand geld aan jou verdient, dan moet je zelf ook aan verdienen. Zo. Oh ja. Voor de professionele vloggers onder ons heb ik een echt telefoonstatief. En dit is een statief waar ik aan mijn telefoon in zetten. En ik kan nog betere TikToks maken. Oh, wat gênant dat mensen dit weten. En dan gaan we nog even voorkomen. Morgen tijdens de live show moet ik weer de Thomas Cook Show presenteren. En dan moet ik met allerlei gesponsorde gerechten natuurlijk een gerechtje maken. Maar ik wil dat het altijd even lekker soepel gaat, dus ik oefen het thuis altijd. Dus dat gaan we niet doen. Wat leuk. Olijfolie, wat ik de eerste keer heb gemaakt. Lekker! Handjes wassen. Eten is heel belangrijk, hè. Naast dat je zeg maar je business moet runnen, moet je ook voor jezelf zorgen. Want als je zelf lekker in je vel zit, dan komt de rest ineens ook wel goed. Dat is heel belangrijk. Als je positieve energie hebt, uitstraalt, krijg je positieve energie terug. Dit moet lekker gaan worden. Zet jou weer even uit. Wat zullen we kijken? Dit is mijn favoriete serie, de Grand Tour. Het is zo geniaal. Maar ook als ik series kijk, ben ik nog steeds aan het nadenken van, oh, is dit vet of kunnen we hier iets mee? Je bent altijd aan het werk, maar het is ook een beetje ontspanning. Oké dan, ik ga nu nog even snel wat mail beantwoorden. Tegelijkertijd maak ik meestal ook gewoon zeg maar een lijstje wat ik morgen moet doen. Een soort to-do list. Alleen ik maak, als ik het heel druk heb, dan maak ik echt gewoon per uur een schema. Oké, dit ga ik van 8 tot 9 doen, dit ga ik van 9 tot 10 doen, dit ga ik van 10 tot 11 doen. Zo eigenlijk de hele dag. En dan kan ik vanmorgen sta ik op, weet ik eigenlijk direct wat ik moet gaan doen. Ik heb ook heel vaak dagen dat ik geen planning heb en dan kijk ik gewoon mijn to-do list, maar dan weet ik niet waar ik moet beginnen. Dus voor mij is die structuur heel erg handig. Ik hoop dat jullie het interessant vonden, een dagje vloggen met Thomas. Ik zou zeggen, als jij leuke ideeën hebt, ga er vooral voor. Ga lekker ondernemen en wie weet wordt het succes. En als het geen succes is, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Doei!